Ja, ik weet niet of jullie het ook gehad hebben, vrienden, weer. Ja, ik heb waarschijnlijk een hele zwakke maag, maar ik kreeg het weer. Oprispingen en ik werd weer een beetje misselijk kijkend naar de televisie. Ja, en wat zie ik dan? Dus daar heb ik het pas geleden heb ik het al gehad over die Jinek. Dat was al verschrikkelijk gewoon. Weet je wel, want die begon dan te roepen van... Ja, nee, dat kan allemaal niet. Het programma moet eigenlijk van de buis worden gehaald, dat VI. Want daar heb ik het dan over weer. Ja, ik kan het ook niet helpen. En dat zei ze gewoon, die Jinek. Ja, de sponsors die moesten ook verstandig zijn. Die moesten ook eigenlijk maar verdwijnen bij het programma. En dat is dan onder het motto... Kijk, mij is verschrikkelijk deugen. Dat is dus de afdeling Jinek. Maar dan ben je er nog lang niet hoor. Nee, op die Nederlandse tv. Want wat hebben we dan nog? Dan hebben we onze vrienden van Op 1. Wat denk je daarvan? Dat is toch ook verschrikkelijk wat daar gebeurt. Want in Op 1, daar een grote stoet van allemaal mensen die komen alsmaar langs om te vertellen hoe verschrikkelijk dat is. Wat er allemaal gebeurd is. Met die Derksen. Ja, ze weten niet wie ze allemaal moeten bellen. Allemaal van die politiek correcte types. Die worden gewoon maar ingereden. En kom alsjeblieft vertellen hoe slecht dat VI allemaal is. Vrienden, dat is toch in en in slecht. En dat zijn dan programma's, hè? Want vergis je niet, hè? Dit gebeurt gewoon heel erg bewust, hè? Dit is niet per ongeluk. Dit is niet zo van, heeft een presentator een meningje? Nee, bewust is dit. Gewoon de publieke opinie bespelen om ervoor te zorgen dat er een enorme antistemming ontstaat in het land. Ja, en daarmee hopen ze dus de concurrentie, want daar gaat het om. Want ja, het scheelt hun kijkertjes. Ja, om de concurrentie uit te schakelen. Zo zit het in elkaar, beste vrienden, en niet anders. En daar hebben we dus nu weer een bewijs van gezien, want onze Bo, kakineuze Bo, die begint ook al. Die was al begonnen een week geleden. Toen zat hij al van, nou ja, dat is schandalig hoe de Derksen vrouwen ook behandelt in de uitzendingen. Je moet je mond houden, dit en dat. Dat kon ook allemaal niet, wat Derksen deed. En toen ging hij ook al een beetje van, kijk mij eens, ik doe mee met de Jinek afdeling. En Bo, die begon dus nou weer te zeggen van, ja, er worden in dat programma moreel abjecte dingen gezegd. Ja, 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 jongens, toch? En en dat zijn allemaal programma's, hè? Die hebben het dan over de propaganda, hè? Vanuit Rusland. Daar hebben ze het altijd over. De schandalige propaganda van de Russische staatstelevisie. Hé, hey, vrienden, bij RTL en Op 1 en Jinek en de Bo, weet ik veel. Kijk lekker naar jezelf.